waren allemaal vrijwilligers. Wat was uw motivatie om zich aan te melden? Ja, idealisme, kan ik het, daar wordt dan wel eens gezegd, het is een soort idealisme, maar misschien zat er dat wel een beetje in. Maar er was een oproep, Indië zit in nood en Indië moet ook bevrijd worden en dan moeten Nederlandse troepen naartoe. En dat vond ik, nou daar kan ik me wel eens bij aansluiten. We hadden natuurlijk geen royale periode achter de rug. En dan heb je goed verzorging, eten, drinken, je komt nog eens ergens, je ziet het wat. Dat zal er ongetwijfeld in gezeten hebben. Want ze krijgen van zijn leven geen kans om buiten de grenzen te komen. Een aantal jongens waar ik mee op die Mulo gezeten heb, die melden zich. Ik denk dat we elkaar een beetje opgejut hebben. Joh, als jij het doet, doe ik het ook. Gaan we samen. Zoiets dergelijks. En dan gaan we nog steeds in het burgerkloffie naar Engeland toe. Engeland is Wolverhampton in de oorlog het onderkomen geweest. Een barakkenkamp, een groot houten kamp. Redelijk degelijk in elkaar getimmerd. Een barakkenkamp waar de Irene-brigade gezeten heeft. Nou, die Irene-brigade is inmiddels op het vasteland. Dus dat barakkenkamp staat leeg. En dan gaat Nederland daar gebruik van maken om vanuit het zuiden mensen naar Engeland. En dan van daar, dat was een soort distributiecentrum zou je het kunnen noemen, ging je naar Engelse legereenheden om opgeleid te worden. En toen wij daar kwamen was er eigenlijk geen personele bezetting. En wij kwamen met zo'n 150 man, een paar meer minder, kwamen we daar in Wolverhampton. En toen werd er de volgende dag gezegd, jullie blijven hier, jullie gaan niet in opleiding, jullie blijven hier en we hebben nodig Jan, Piet, Kees in de kantine, en die in de keuken, en die in de wacht, en die in de ziekenzaal, en die wordt chauffeur. En verder werden banen uitgedeeld. En wij kwamen met een man of 6 of 8 in de ziekenzaal terecht. En dan zit je weer 2 maanden in Eldershot voor die basisopleiding. Kom je weer in Wolverhampton. En dan word je weer heringedeeld. En dan gaan wij met een aantal mensen naar Midshed, naar de Army School of Hygiene. De legerschool voor hygiëne dus. Daar zitten we 3 maanden ongeveer, duurt die opleiding. Kom je terug in Wolverhampton en is het wachten tot er een boot terug is naar Nederland en dan ga je naar Nederland. Dat is december 46. Dan begin 47, na nieuwjaar, daar hadden we dus inmiddels bericht van, moesten we komen in ons geval in Ede-Wageningen, in Ede, in de Mauritskazerne. En daar waren ondertussen dienstplichtigen die opgeroepen werden. In Nederland begint de border te komen in die tijd. En die dienstplichtigen moesten opgeleid worden voor Indië. Daar werden wij aan toegevoegd. Voor een deel mee opleiding krijgen, voor een deel opleiding geven. Omdat wij dus al een opleiding in Engeland gehad hadden. En met die dienstplichtigen zijn wij als vrijwilligers mee naar Indië gegaan in juli 47. Toen waren wij geconcilieerd in een kazerne in Kampen. En van daaruit met de trein naar Amsterdam en dan op de boot. En ik schrijf de dag ervoor, vanavond gaan we onder bewaking naar de bioscoop. Of we zijn onder bewaking naar de bioscoop geweest. Want niemand mocht weer op eigen houtje de kazerne uit. Omdat ze bang waren dat er op dat moment mensen nog probeerden te ontsnappen op de een of andere manier. Kijk, dienstplichtigen, die hadden een wat andere drive dan wij denken, dan de vrijwilligers. Maar goed, nou, er waren mensen die zaten echt tegen de zin in die militaire dienst. Ja, die hadden er een hekel aan, die wilden niet. We gaan dus bij IJmuiden door de sluis heen. En dat was een en al een haag van mensen voor ons gevoel. Ik weet niet of dat nu nog indruk zou maken, maar in die tijd maakte dat indruk. Heel veel mensen gingen naar de sluizen van IJmuiden als ze wisten dat er een troepenschip ging. En dan werd je uitgezwaaid. Ik ben met de Nieuw-Holland heen gegaan. Nou, je hebt 2 soorten schepen. Lange, smalle en korte, brede. En dat heeft met golfstroom en dergelijke te maken. En de Nieuw-Holland was een kort, breed schip. Die niet gebouwd was voor de Golf van Biscayen of voor de slagzij van de Indische Oceaan en de Atlantische Oceaan en zoiets dergelijks. En dat betekent dus dat we nogal wat dagen met toch nogal wat wind gehad hebben met heel veel zeezieken. Het schip is
ingedeeld met tafels erin, vaste tafels en vaste banken erin. En dan aan haken hingen s'avonds allemaal hangmatten. En op de tafel kwamen nog wat matrassen liggen. En op de grond werden matrassen gelegd. En het was net iets beter als ze vandaag de varkens vervoeren misschien, maar het was heel primitief. Er was de enige ventilatie die er was in die ruimte, er hingen grote linnen slurven met een koker op het dek die op de wind gericht was, dus eigenlijk op de vaarrichting zeg maar. Dus dat moest dan een beetje frisse lucht in dat ruim brengen. Ja, het stonk er op een verschrikkelijke manier. Als je de kans kreeg, dan ging je boven op dek slapen, vooral na de Middellandse Zee, dat het warmer is, dat je goed 's nachts buiten kunt slapen. De Botjong was die kun je vergelijken met de Ginnekenstraat in Breda, of nou de nieuwe Ginnekenstraat, een beetje brede straat. En daar liep een grote gemetselde goot, riool door, en daar zaten de mensen zich in te baden. Midden in de stad nog. En dat, dan kom je inderdaad uit de Ploegstraat, waar ook geen bad was. Wij hadden ook nog maar vrij primitieve omstandigheden thuis. Dat wil zeggen, er was stromend water boven in een kraantje met een wastafeltje en dat was het. Maar in de sloot was ze dat. Dat zijn de eerste ervaringen. Je gaat al vrij snel eens naar de Passaar toe. Dan zie je heel veel mensen en we hadden geen geld. Ja, een paar dubbeltjes, een paar kwartjes, maar we hadden niks te verteren eigenlijk. Maar dat hoeft ook niet, want eten, drinken, roken, zelfs roken. We kregen maandelijks, ik weet niet meer precies hoeveel, 100 of 200 sigaretten van de dienst. Wij kwamen in een gebouw van de, nou zeg het maar, regionale gezondheidsdienst. Dat was een Indische dienst die ook alweer de draad opgepakt had na de capitulatie van Japan. Dus er was al iets van een hygiënische dienst en daar werden wij als militairen aan toegevoegd. De militairen die wilden ook wel eens een keer buiten de deur te eten bij de Chinees. Net zo goed als je hier naar de Chinees gaat, had je die daar ook. En wij hygiënisten gingen bij de Chinees in de keuken, dat was opdracht, kijken van, doet die Chinees het allemaal volgens het boekje? Als dat niet zo was, dan werd er een opmerking over gemaakt, maar dat rapporteerden wij dus. En dan kwam de militaire politie en die kwam een plakkaatje op het raam hangen, verboden voor militairen. En dan kreeg hij 4 of 6 of 8 weken de tijd om te verbouwen of voor, zorgen dat het aan de minimale eisen voldoet. Die Chinees had er alle belang bij om dat goed te doen, want als dat plakkaat op de raam hing, dan blijven de burgers ook weg. Als het niet voor de militairen goed is, dan is het ook voor ons burgers. Konvooien die werden samengesteld uit het materiaal dat verplaatst moet worden, de mensen die verplaatst moeten worden, maar er ging meestal een ambulance mee en een takelwagen mee en eventueel ander reddingsmateriaal, afhankelijk van de omvang van zo'n konvooi. Als er dan beschoten werd onderweg, dan was er technische hulp, medische hulp, beperkt medische hulp, maar goed, er was wat medische hulp. Die ambulance had het nodige materiaal aan boord. En daar heb ik meerdere keren mee konvooien mee gereden bijvoorbeeld. Toen ik daar op Mediava zat, dan zeg ik op een goed moment, dan kwam zo'n konvooi terug en dan zeiden ze, nou, het was weer niet pluis vandaag. En dan zei ik, nou, morgen ga ik mee, dan gebeurt er niks. Een beetje grote broek. En juist, maar daar ben ik al 2 of 3 keer mee geweest, maar dan krijgen we een vuur over ons heen, waarvan de ervarenen zeiden van, zo erg hebben wij het nog niet meegemaakt. En dan moet je je voorstellen, je rijdt op een redelijk verharde weg in een dal, links en rechts gaan we naar Zuid-Limburg toe denken, of de Ardennen of zoiets dergelijks. Nou, je kunt als schutter heel goed in de bosjes op enige hoogte gaan zitten en de weg onder schot nemen. Wij worden aangevallen en ik weet niet of het schot 10 meter van links of 10 meter van rechts komt. En niet één schot, maar salvo's en zoiets dergelijks.
Dat is eigenlijk mijn vuurdoop geweest die eerste keer. En dat heeft toch wel een beetje indruk gemaakt. Bij dat hospitaal waar ik toen aan toegevoegd, dat was mijn logeeradres, een hospitaal. Waar ook gewoon de dienstdoende mensen gelegerd waren natuurlijk. Komt er op een goed moment komt er een vrachtwagen met 15 lijken. Er was een groep mensen, zowel een paar Nederlandse militairen, Indonesische, Indische moest je toen nog zeggen, Indische politie. Wat burgers die in een hinderlaag terecht zijn gekomen en alle 15 vermoord of door vuur in ieder geval dood waren. De Nederlandse militairen is jullie zorg. En de politie moet voor de politiemensen zorgen. En de burgers die moeten zo snel mogelijk afgevoerd worden naar waar burgers terechtkomen die dood zijn. Emotioneel doet je dat iets van. Er liggen 4 van die jonge knullen. Ik ben zelf niet ouder. En moet dat dan. Maar je gaat heel snel over tot de orde van de dag. Maar na het verzorgen van die overledenen heb ik mijn gewassen omgekleed, ben gaan eten en ben op wacht gaan zitten. En heb heel de nacht op wacht gaan zitten. En dat zou ook niemand zich druk maken van, kan dat nou wel? Is dat niet verantwoord? Weet ik het wat? Daar werd niet over gedacht, niet gesproken. Je deed het gewoon. Ga niet alleen op pad. Ga bij voorkeur niet 's avonds in het donker op pad. Zeker niet alleen of met een kleine groep of zoiets dergelijks. Als je weggaat, dan moeten wij weten waar je bent, welke kant dat je uitgaat. Maar er was ook niet zoveel behoefte, want er was niks te beleven. Waar kon je naartoe? Naar een kampong waar Indonesiërs die allemaal best op de hand van Nederland waren. De bevolking was niet anti-Nederlands. Maar in Afghanistan zijn ze ook niet allemaal anti-weet ik het wat. Maar er is een groep die de strijd voert en die onderdrukken of die proberen de indruk te maken op de goedwillende bevolking. Ik denk dat we er gewoon een beetje lopen lanter van. Niemand had meer iets te doen. Wachten tot er een boot komt. We zitten dus op het einde van ons verblijf in Indië. Je hebt het allemaal een keer gezien, meegemaakt. En van thuis komt dan het verzoek van, ik zie geen foto, we zien weinig foto's. En dan is mijn reactie erop, ja, wat moet ik nou nog fotograferen? Want er gebeurt niet zo verschrikkelijk veel. En het land heb ik wel gezien. En de mensen en de omstandigheden waarin ze wonen, leven en werken, weet ik wel zo langzamerhand. En hebben jullie ook op fotootjes van me gekregen. Dus dan ben je al echt een beetje aan het inpakken van, het is over, het is gedaan. In Hoek van Holland zijn we aangekomen. Met bussen. Er was aan de familie te kennen gegeven dat men niet naar de haven, naar de kade moest komen. De mensen, er was allemaal geregeld. De mensen zouden met bussen naar thuis, naar de woonplaatsen vervoerd worden. En dan komt de bus in de straat op een goed moment. We maken een ommetje, Dordrecht, Zwijndrecht, weet ik het wat precies, maar uiteindelijk kom ik dan in Breda, of begin ik het terecht. En dan staat dus de familie juichend voor de voordeur. Mensen die opgeroepen werden voor militaire dienst, die hadden recht op herplaatsing. Zo gauw je uit je dienstplicht kwam, moest je werkgever je weer terugnemen. Dus op die titel ben ik ook gaan zeggen van, ik wil weer komen werken op 1 mei. Want dan eindigt mijn dienstverlof. En dan kom je al heel gauw in een ritme terecht. En ik zat toen de tijd op het kantoor Centraal Beheer, later GAC, Sociale Verzekering dus. En ik ben begonnen met de opleiding Sociale Verzekering. En dat is allemaal heel goed gegaan. En ik ben op dat kantoor blijven hangen. In diverse functies in 40 jaar, 38 jaar of zo. Je hoort nou nog heel veel van onze mensen zeggen, het is weg geweest voor een verloren zaak en zoiets dergelijks. Maar ik weet het niet. Ik denk dat je moet zeggen in 45, 45 met de beste bedoelingen gezegd is van, het is een kolonie.
wij zijn verantwoordelijk voor die kolonie, dus wij moeten daar onze zorg aan besteden. En dus hebben we daar ook een leger nodig. En ik zie het niet als nee, ik... Het Nederlands gezag is daar toch uiteindelijk niet hersteld. Nee. We hebben echt tot eind 49 harder of minder hard gevochten. Werden overvallen en moest je verdedigen. En als je geschoten wordt, dan schiet je terug als je dat even kunt. Maar er is geen vrede geweest. We hebben tot de laatste dag met het geweer in de aanslag gestaan. Totdat die handtekening gezet wordt. Beetje zwart-wit, maar daar komt het op neer. Ik heb van de periode daar, ik zeg altijd, maar natuurlijk de aard van het werk speelt een rol. Ik heb daar een goede tijd gehad. En de echte vervelende dingen, die vergeet je gauw. Of vergeet je gauw, maar die gaan voorbij.